speeltuin in het sportprogramma is heel bijzonder. Toch gaan we vandaag naar een speeltuin. Een speeltuin waar kinderen de beginselen van volleyballen gaan leren. Daarna gaan we naar Elshout, waar het danspaar uit Bokstel elke dag oefent voor hun kampioenschappen. Wies van Haren uit Bokstel met haar partner Wesley van Riel. Als ik aan een speeltuin denk, dan denk ik aan schommels en aan glijbanen. Maar nu sta ik in Sporthal de Dommel, waar ook een speeltuin gehouden wordt. Dit is een volleybalspeeltuin en dat is heel anders dan een gewone speeltuin. De kinderen kunnen hier klimmen, klauteren, rennen, springen, duiken, rollen. Allerlei motorische vaardigheden ontwikkelen, want dat is heel erg belangrijk voor het volleyballen als ze dat straks gaan doen. En in het tweede gedeelte van de volleybalspeeltuin gaan we met de bal aan het werk. En dat is ook rollen, gooien, werpen, vangen. Allemaal als voorbereiding op het volleyballen. Dit is opgezet door volleybalvereniging Bloks, een grote volleybalvereniging in Bokstel. Waarom hebben jullie dit gedaan met zo'n jonge kinderen al? Nou, dat komt. We zijn een aantal jaren geleden begonnen met een traject met de bond. Om te kijken wat zijn de sterke en de zwakke punten van de vereniging. En we vonden het toch heel belangrijk om wat meer jeugd te genereren. Of om jeugd te behouden. En een van de dingen die je dan kunt doen is een volleybalspeeltuin opzetten. En dan kun je de kinderen al op een zeer jonge leeftijd binnenhalen. Dus dat is eigenlijk de belangrijke reden waarom we dit zijn gaan doen. Nou zeg je, we gaan ze vast oefenen en voorbereiden op het volleyballen. En nou zie ik ze zo spelen. Waar moet ik nou naar kijken wat met volleyballen te maken heeft? Nou, volleybal is een heel technische sport. Je moet heel veel algemeen kunnen bewegen. Je moet je verplaatsen. Je moet heel veel oog-handcoördinatie doen. Je moet heel veel kijken. En dat wordt spelende wijze op deze manier wordt dat met kinderen aangeleerd. Dus ze gaan rollen en duiken. Ze gaan een bal in een korfbalpaal doelen. Maar dat is al, moet ik even voordoen, de voorbereiding voor bovenhand spelen. Je verwacht en hoopt natuurlijk dat deze kinderen dadelijk allemaal doorgaan met volleybal. Want ze zijn nu ook al lid van jullie vereniging, neem ik aan. Nee, ze zijn geen lid. Dit is vrijblijvend. Dit is één keer in de maand. Het is wel zo dat van de afgelopen 2 jaar hebben we 2 teams al vanuit de volleybalspeeltuin op kunnen zetten. Dus in die zin stroomt het wel door. Nou is Bloks, heb ik gelezen, een hele brede vereniging. Van jeugd inderdaad tot en met recreanten. Kun je iets meer over jullie vereniging vertellen? Ja, we zijn 2 jaar geleden gefuseerd met FOBO. En dat was alleen een recreantenvereniging. Beide verenigingen vonden het belangrijk om te fuseren als één vereniging binnen een Bokstel. En ja, het is ook goed omdat er toch leeglopen. Hè. Er gaan toch steeds minder mensen volleyballen. En we hebben ook wat minder herenteams en dameteams. Dus het is heel belangrijk dat je samen sterk maakt voor het volleyballen in Bokstel. We hebben wel heel veel jeugd. We zijn een van de grootste verenigingen qua jeugd in de omgeving. Dus dat is wel heel belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden. Als ik met mijn kind hier aan mee zou willen doen, dan kan ik zo vrijblijvend komen. En is dat dit jaar of is dat altijd elk jaar zo? Het is nu het 3e jaar en we doen heel veel mailingen ook naar Mooi Bokstel, naar de kranten. En daar staat in dat je kunt opgeven. Maar kinderen kunnen ook gewoon langskomen, dat gebeurt ook. Zijn daar kosten aan verbonden? Het kost 1 euro per keer, dus dat is eigenlijk een schijntje. Maar, En hoeveel kinderen doen er nu zo elke maand dan mee? Nou, nu dit jaar is het wat minder dan de andere jaren. Dus er zitten rondom de 12, 13, 14 kinderen. Nou, het is gewoon ontzettend leuk om de kinderen hier bezig te zien. De kinderen hebben heel veel plezier. De kinderen genieten, de ouders genieten, wij trainers genieten. Alleen dat is al geweldig. En ja, de kinderen zijn gewoon algemeen motorisch bezig. En dan is het volleyballen misschien nog wel niet zo heel belangrijk. Het is gewoon heel leuk om te zien dat kinderen zo leuk bezig zijn. Je zei net iets over trainers. Met hoeveel mensen zijn jullie en... Kunnen ouders jullie zo, jullie hebben ervaring in het omgaan met kinderen? Nou, we zijn met 3 volwassenen. En toevallig zijn deze mensen ook allemaal leerkracht basisonderwijs. Heb ook al veel trainingen gegeven aan jeugd. Dus we hebben de ervaring in training te geven en ook op niveaus training te geven. En we hebben
drie à vier meiden uit de B-jeugd die gewoon heel enthousiast helpen en die ja, op die manier ook al wat trainersvaardigheden aanleren. Dus dat is heel leuk. Oké, veel succes. Dankjewel. Pies van Haren, stijldansen. Wat voor dansen zijn dat eigenlijk allemaal? Het wedstrijdstijldansen bestaat uit vijf dansen, in ieder geval voor ons. Wij dansen alleen maar standaard. En we beginnen met de Engelse wals, daarna krijgen we de tango, dan de Weense wals, de slow foxtrot en dan sluiten we af met de quickstep. En dat doe je allemaal met jouw partner Wesley? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Want jullie hebben ook samen een relatie, behalve dat jullie danspartners zijn. Ja, klopt. Ja, ja, we hebben elkaar eigenlijk leren dansen hier op de dansschool in Elshout. Dat is eigenlijk nadat Footies eigenlijk uit Den Bosch weg is gegaan, zijn we hier terecht gekomen. Ik met mijn voormalige danspartner en zij danste hier al met haar toenmalige danspartner. En toen hebben we eigenlijk tijdens de trainingen, tijdens de fysieke krachttrainingen en de conditietrainingen, hebben we elkaar eigenlijk leren kennen en zijn we samen opgetrokken, omdat we best wel aan elkaar gewaagd waren. En ja, van het een kwam het ander toen en toen kregen we uiteindelijk toch wel een meer relatie als alleen maar vriendschap. Oké, maar bij een andere danspartner, dan krijg je ook een andere techniek, of hoe zit dat? Waar kijk je dan naar? Ja, dat het anders is qua lengte en qua postuur, is het ook dat de manier van bewegen is natuurlijk anders per persoon. Dus het is belangrijk dat je elkaar gaat aanvoelen. Dus dat je inderdaad, dat ik moet reageren op wat hij aangeeft. En dat leer voelen wat dat met hem is, in plaats van met mijn vorige danspartner. Ja. En dat gevoel had jij ook? Ja, ja, ik heb hiervoor gedanst met een meisje dat was 1 meter. Wat zal het zijn geweest? 1 meter 60. Ja. En dat was natuurlijk veel kleiner en moest ik veel meer in mijn benen staan. En met haar hebben we gewoon eigenlijk een ideaal lengteverschil. Ja, dat was ook wel weer een andere manier van dansen. Wel uiteindelijk prettiger voor wat wij samen wilden bereiken. Maar ja, het was weer heel anders. Het was heel erg wennen. Jullie dansen als hobby? En als sport. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Uit de hand gelopen tophobby. Ja, ja, waar we keihard voor werken en gewoon heel veel energie en passie insteken. Wij kwamen hier straks binnen en toen zag ik dat jullie meteen zonder muziek, dan beginnen jullie al danspassen te maken. Waar komt die passie toch helemaal vandaan? Ja, eigenlijk gewoon, ja, als je het gaat doen, ja. Dat drive om toch wel, ja, we weten dat over zo'n 20 weken ongeveer ons kampioenschap eraan aan het komen is. Dus dat we daar gewoon weer echt weer stralen en we willen daar weer het beste eruit halen. Dus dat betekent dat je vanaf seconde 1 dat je op de vloer staat, dan moet je gewoon eigenlijk al zijn om te trainen. Dus naast het sportgedeelte zit er ook natuurlijk een heel groot artistiek en show element aan. Om het zo te benoemen. Het is niet alleen, net als bij een 100 meter sprint, ik moet sneller zijn als de ander. Dat is het niet. Het is ook, je moet mooier bewegen als de ander. Je moet ook soms mensen kunnen raken. En ja, dat is wel een stukje artistiek wat er ook aan deze sport wel vasthangt. En beleving. Je hebt ook wel dat, het is natuurlijk ook, ja, muziek. En elke wals is weer anders dan een andere wals. Dus het is ook een beetje interpretatie van de dans en wat je daarin samen wil neerzetten. Dus het is, ja, niet alleen maar lopen, lopen, lopen en dan klaar. Maar het is elke keer anders en dat maakt het denk ik ook wel zo leuk. We komen straks even over de wedstrijden, maar de jury, kijkt die behalve naar de kwaliteit van dansen ook naar dat uiterlijk? Heeft dat ook met jurypunten te maken? Nou ja, ik denk dat het al een bepaalde invloed heeft over een jury. Of die nou naar een paar zit te kijken wat er heel goed verzorgd uitziet en wat eigenlijk al vanaf seconde 1 daardoor ook misschien opvalt of niet. Ik denk dat dat wel uiteindelijk een bepaald verschil kan maken, want het is ook een stukje show en daar hoort ook een stukje uiterlijk en een overkomen op een ander bij. En ik denk dat het in die zin wel een bepaalde, een heel belangrijke factor heeft. Ja. Hoe lang staat jij voor de spiegel, Wies, voor een wedstrijd? Te lang. Nee, ja, ik sta meestal zo'n 3 uur voordat we gaan ongeveer op en dan lekker douchen en daarna begin ik met mijn haren en mijn make-up. Dan zijn we zo met z'n tweeën wel allebei samen 3 uurtjes bezig, met alles bij elkaar, ja. Maar je moet dus ontzettend goed met elkaar kunnen opschieten. Heb je nooit geen ruzie hierover? Je hebt een relatie. En heb je dan nooit geen ruzie over verkeerd dansen of op de tenen staan of weet ik het wat? Ja, we kunnen wel eens heel hard roepen van niet, maar natuurlijk heb je er wel eens conflicten over. Want je hebt alle twee echt een drive om iets te bereiken. En dan ga je met z'n tweeën er 100% voor en dat botst het ook wel eens.
Dat heb je denk ik overal. Dat heb je ook op een werkvloer. Als je daar met twee personen 100% voor iets wil gaan, de een die heeft een mening, de ander heeft een mening, dat kan tegen elkaar gaan botsen. Dus ja, dat is bij ons ook zo. En zeker als je heel erg gemotiveerd bent en heel perfectionistisch, ja, dan wil je het gewoon graag goed doen. Dus ja, dan speelt het natuurlijk wel mee. Ja. En perfectionistisch zijn jullie, want jullie zijn Nederlands kampioen in 2013 geworden. Ja, dat klopt. Dus ja, in die zin denk ik wel dat er wel blijkt dat we perfectionistisch zijn en het graag goed willen doen. De nieuwe Nederlandse kampioen hebben het startnummer 33. Was dat in al die dansen of is dat in één dans, dat Nederlands kampioenschap? Nee, je gaat overal kijken. Dus je kijkt in principe in totaal van die vijf dansen, zeg maar, de standaard dansen. En daar zijn we Nederlands kampioen van geworden. Wat moet je daarvoor doen om Nederlands kampioen te worden? Dat kan je niet met een uur training in de week, denk ik. Met een uur training ga je het niet halen, denk ik. Ja, of je moet heel veel talent hebben, maar dat denk ik dat er niet in zit. Maar gewoon keihard werken en ook samenwerken en... Ja, je energie erin steken en ook die passie die we dus ook samen hebben, gewoon proberen zoveel mogelijk te benutten. Ja. Nederlands kampioen, dat is heel mooi en heel belangrijk. En toen dachten jullie, we willen wereldkampioen worden, want we gaan naar Rusland en we gaan meedoen aan de wereldkampioenschappen. Nou, die illusie die heb ik niet hoor. Nee, dat is absoluut niet, dat is veel te ver van ons bed. Ja. Maar jullie zijn er wel geweest. Ja, we zijn er wel geweest en we hebben het wel meegemaakt en ervaren. En dat is zeker mooi. Hele mooie ervaring geweest. Maar om echt in de top van de wereld te komen, die illusie die hebben we absoluut niet. En we willen gewoon lekker dansen en ons eigen dansen verbeteren. En daarin gewoon groeien zover als het kan. Dus dat is eigenlijk meer wat we willen dan wereldkampioen worden. Maar jullie waren toch nog goed geëindigd. Ja, uiteindelijk waren we nog wel goed geëindigd inderdaad. We hadden zelf op nog ietsjes meer gehouden, ja. Maar ja, het zat er dit keer niet in. Dus dan gaan we gewoon nog harder trainen dat we de volgende keer wel ons doel bereiken. Ja, want Nederlands kampioen, geen wereldkampioen. Dan gaan jullie binnenkort toch Europees kampioen worden, heb ik begrepen. Nou... Ook die eerlijke eigenlijk. Nee. De beste paren die komen allemaal uit Europa. Dus eigenlijk is een Europees kampioenschap is... een afgeleide weer van het wereldkampioenschap. De finale ziet er precies hetzelfde uit van allebei. Dus in die zin, daar zit geen verschil tussen. Nee. Maar daar kun je toch wel redelijk eindigen, denk je? Ja, daar kunnen we wel wat hoger eindigen als op het wereldkampioenschap uiteindelijk. Omdat er natuurlijk ook gewoon, wat dat betreft, ook wat andere landen weer niet meedoen. Die normaal gesproken ook best een hoge klassering kunnen halen. Dus wat dat betreft stijgen we dan ook weer een stukje mee natuurlijk. Ja. Als je Nederlands kampioen bent, dan krijg je natuurlijk van de Nederlandse Dansbond een auto en een salaris en al dit soort dingen. Als jij dat kunt regelen, dan ben ik heel gelukkig. Ook die illusie die is, helaas pindakaas, we krijgen helemaal niks. Alles zelf betalen en alles zelf regelen en doen. Ja. Dat was natuurlijk mijn vraag, van is dit een dure sport? Ja, heel duur, ja. Kun je iets zeggen hoeveel dat het jullie kost? Nou, weet je, dat is heel lastig om vast te stellen. Maar het is meer dat het gewoon... Ja, je hebt je lessen, je hebt je trainingen. Je gaat ook naar buitenlandse wedstrijden. Dus daar heb je je reiskosten voor. Ja, en de EHWK's moeten we dit jaar zelf gaan betalen. Dus daar ook de vluchten voor. En vaak als je dus in het buitenland bent, moet je hotelovernachtingen en dat soort dingen betalen. Dus het is allemaal best wel... Ja, gewoon heel duur. En, dat betekent dat jullie gewoon een baan erbij moeten hebben? Ja, zeker een baan erbij. Absoluut, gewoon een fulltime werkbaan erbij en in de avonduurtjes trainen wij. Nou, zijn er bij ons ook kijkers die vinden dat dadelijk zo mooi en die willen ook naar de danssport. Op welke leeftijd kun je daar nou het beste mee beginnen en hoe moet je ermee beginnen? Geef eens suggesties aan onze kijkers. Het liefst zo jong mogelijk. Ja. Ja. Het liefst zo jong mogelijk, want op het moment dat je op een jonge leeftijd bij de juiste mensen terechtkomt, dan kun je het beste worden in je dansen. Er is natuurlijk ook een stukje motivatie voor nodig en een stukje talent in die zin. Maar je kunt het beste gewoon op jonge leeftijd, bij wijze van spreken, voor een jaar of 6, 7, dan kun je het beste eigenlijk al op de vloer staan.
kun je meteen de juiste, de correcte dingen aanleren. En dan hopelijk dat we dan weer een Nederlandse topper krijgen over een paar jaar. Ja. Dan ben jij een Bossenaar, Wesley, heb ik begrepen. Dus laten we het daar niet over hebben. Ja? Jij komt naar Boksel en dan moet je helemaal naar Elshout om gaan te dansen. Is er in Boksel geen mogelijkheid of zijn de voorzieningen daar te klein of hoe zit dat? Nou ja, helemaal naar Elshout. Voor ons is het natuurlijk een dagelijks dingetje om dus daarheen te gaan. Maar in principe is het zo dat Elshout wel het beste biedt, zeg maar, voor de wedstrijd dansen. Dus je hebt wel de meeste mogelijkheden hier en we hebben hier gewoon een ontzettend leuke grote groep die allemaal heel actief en heel gemotiveerd zijn. En dat heb je niet zo, zomaar 1, 2, 3 ergens anders. Jullie zijn nu ook zover dat jullie zelf les gaan geven? Ja. Ja, langzaamaan beginnen we nou ook wat paren beginnen er toch wel ook te groeien die bij ons les hebben. Dus ik geef bijvoorbeeld mijn broertje les aan met zijn danspartner, dus dat is hartstikke leuk. Naast mij zitten drie deelnemers van de speeltuin. Mirthe, Tijn en Daan. Zo, jullie hebben al flink gespeeld, hè? Mirthe, is het leuk? Ja. Wat vind je er leuk aan? Dat je overal kan klimmen en sprongen maken en aan de touw zo hangen. En dat vind ik best leuk om dan te sporten en soms hard rennen. En dat vind ik echt leuk. Dat vind ik ook heel leuk. Ga je iedere keer hier naartoe als het is? Ja, soms vergeet ik dat dan. Dan denk ik, oh jee, ik ben het vergeten, dus dan moet ik de andere keer gaan. Dus nu heb ik er wel aan gedacht. Oh, en mama, die denkt er toch ook wel aan? Ja, maar soms dan lukt het niet zo goed. Komt het niet zo goed uit. Oh, maar jij gaat wel graag hier naartoe, hè? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat ga ik wel. Want ik heb jou net zien rollen. Ja. Ja. En dit is van volleyballen, hè? Weet je ook wat volleyballen is? Ja, dat weet ik ook. Ja, vertel eens. Dat is soms dat je zo een bal hebt en dan doe je het dan zo. En je kan soms, dan heb je een bal en dan sla je hem zo. En dat ken ik. En je gooit zo, dan doe je zo en dan gooi je tegenover. Dan doe je tegenover iemand over het net proberen en dan dat de andere het vangt. Oh, en wil jij blijven volleyballen? Als je wat groter bent ook. Ja, dit is een volleybalspeeltuin. En je hebt ook nog een echt volleybal. Daar zit mijn zus op woensdag op. Oh, en jouw papa en mama, doen die ook volleyballen? Nee, die niet. Waarom niet? Kunnen die dat niet? Jawel, maar die kunnen dat niet zo goed. Maar die kunnen dat een beetje niet zo heel erg goed. Maar dan willen ze niet daarop. Ze hebben nog heel druk. Hebben ze druk? Wat doen ze nou allemaal? Mama moet nog voor de computer voor papa werken. En papa werkt bij de biggen. En dan hebben ze heel allemaal druk. En mama is nou naar het voetbal van Roer. Dus daarom is papa ons bezig brengen. Oh, jouw broertje, doet hij voetballen? Ja, mijn broer. En is hij ook goed? Ja. Ja? Ja. Zullen we eens even iets aan Tijn gaan vragen? Nou, Tijn, wat vind jij ervan hier? Wat doe jij hier nou allemaal? Ik vind het heel leuk om te klimmen. Ja? Ja. Alleen klimmen of vind je nog meer dingen leuk? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. En dit is van het volleyballen, hè? Ja. Weet jij wat volleyballen is? Ja, dat moet je met de handen zo doen. En dan weer opvangen. En vind je dat ook leuk? Ja. Wil je later ook gaan volleyballen? Of wil je gaan voetballen? Of wat wil jij doen? Later wil ik eigenlijk al duiker worden. Duiker worden? Vertel eens. Wat moet je dan allemaal doen? Onder water duiken. En waarom vind jij dat zo leuk? Daarom, dan kan je alle vissen zien. Ja, vertel eens wat je dan allemaal ziet. Vissen en soms wel dolfijnen. Echt waar? Ja.
Dat is spannend. Ja. En waarom wil jij dat doen? Omdat ik dolfijnen leuk vind. Ja. En doet jouw papa of zo ook duiken? Nee, die werkt met computers. Oh, doet hij met computers, maar dan kun je niet meer duiken. Nee. Nee. Maar ik snap niet waarom die jij wil gaan duiken. Heb je dat op de televisie gezien of zo? Nee. Hoe kom je er dan bij? Heeft papa een keer ergens verteld bij mij? Oh. En volleyballen, want je bent nou bij volleyballen aan het oefenen. Ook. Oh, dan wil je er nog bij doen? Ja. Ja, dus je gaat duiken en je gaat volleyballen. Dus jij wordt een echte grote sportman, denk ik. Vertel eens. Ja. Wat wil je bereiken dan? En onder water kan je ook soms schatten vinden. Schatten vinden? Van gezonken schepen. Vertel eens. Gezonken schepen, want piraten vechten ook soms zelfs op zee. En dat ze van andere piraten, dat het schat pikte van de boot. Oh, dat wordt spannend dan. Ja. En wat ga je vandaag hier nog meer doen? Nou? Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet. Oké. En Daan? Ik vind het hier heel erg leuk. Wat vind je er leuk aan dan? Dat ik aan de touw mag zwaaien. En dat ik de kerstdans mag doen. En dat ik de volleybal in net mag gooien. Oh, dus je bent ook aan het oefenen voor volleyballen? Ja. Wil jij volleyballer worden? Ja. Jouw papa en mama doen die ook volleyballen? Dat niet. Nee. En ga je iedere keer hier naartoe? Ja. En ik vind het leuk om dat te doen. Wat vind je, wat is dat dan? Dan moet je de parachute bij de bal erop doen. En dan, nee, ik vind het leukst dat ik daar onder mag. Is dat spannend? Ja. Waarom is dat zo spannend? Want dat vind ik zo leuk. Bij al die kleuren. Je kunt er bijna niet onderuit komen. Wel? Ja. Ben je er wel onderuit gekomen? Of hebben ze je moeten helpen? Nee, ik kwam er wel uit. Goed zo. Brian, jij hebt les van Wies van Haren, 16 jaar. Ben je lang aan het dansen? Ja, al 3 jaar onderhand, ongeveer. En hoe komt het dat je bent gaan dansen en niet voetballen? Ja, omdat voetbal niet iets voor mij is en dansen is gewoon meer. Het is gewoon wel rustiger en het is gewoon meer voor mij. Voetbal is gewoon niks voor mij. Maar wat zie je dan wel in dansen? Ja, zo'n passie van mensen, ook de acceptatie van mensen. Het zijn gewoon heel andere mensen. En voetbal is meer echt dat mensen je af gaan kraken als je iets verkeerd doet. En bij dansen, dan gaan ze jou helpen om je te verbeteren. En dan krijg je les van de Nederlandse kampioenen, onze bokselse Wies. Hoe is dat dan, les te krijgen van de Nederlandse kampioenen? Ja, dat is heel fijn om dat te hebben, want het is een heel erg voorrecht om zo nu al van zo'n groot paar les te krijgen. Hoe merk je dat? Ja, bijvoorbeeld op wedstrijd. Ik ben van herkansing gegaan naar een eerste plek, bijvoorbeeld afgelopen zondag. Dus... Vertel eens, eerste plek. Ja, we hebben gewoon keihard getraind ervoor, ik en mijn danspartner. En we hebben elke week weer getraind. En afgelopen wedstrijd hadden we niks gehaald. En alsnog zijn we door gaan trainen. En Wies en Wesley, die hebben mij gewoon doorheen geholpen. En die hebben mij gewoon uiteindelijk naar de eerste plek geholpen. Wies, 26 jaar en hij 16. Jouw opvolger? Nou ja, ik zou het wel heel leuk vinden natuurlijk als het zo ver zou kunnen komen. Heeft je de capaciteit en heeft je het er ook voor over allemaal?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, wat hij natuurlijk gaat doen. Misschien komt hij wel een vriendinnetje tegen en denkt hij nou, dan dansen het tabé ermee. Maar op dit moment is hij ontzettend gemotiveerd en gaat gewoon heel goed. Ben ik hartstikke trots op ze. Dus,